Ja, ik noem het zelf altijd verhalende non-fictie. En in dit geval enigszins persoonlijk. Dus een mix van het verhaal van mij en mijn broer op de boerderij tegen die structurele achtergrond van een groeiende spanning tussen het oude boerenland en de nieuwe natuur. De tientallen nieuwe natuurgebieden die hier de laatste jaren zijn aangelegd. Dat is zo'n beetje het kader van mijn boek. Ja, want hier, waar zijn we? Ja, dit is de boerderij, het hof waar ik geboren en getogen ben. Aan de rand van de Waase polder. Een beetje verder loopt de Zeeuws-Vlaamse grens. En dan zijn we op de hoogte van Hulst zo ongeveer, hè? Hulst was voor ons de dichtstbije stad waar we gingen winkelen, waar we naar de markt gingen. Het is een hele typische polderstreek waar al bijna 1000 jaar aan landbouw wordt gedaan. Hier in mijn Zaligenpolder, alleen al die naam, de Zaligenpolder, kun je dat precies reconstrueren waar wij nu onze mais hebben. Daar stond de abdij van Zaligen in 1136. Al die oorkonden bestaan nog. En die is verloren gegaan tijdens de godsdienstoorlogen. Maar elk jaar ploegen we nog kloostermoppen boven. Ongelooflijk, hè? Ja, dus een oud landschap, lang geleden drooggelegd. Want het was hier nat, stel ik me zo voor. Dankzij de Westerschelde. Eeuwenlang geboerd hier. En het lijkt erop dat jij een van de laatste zult zijn in jouw familie. Die hier op die boerenhof verblijft, leeft, werkt. Ja, dat is het ongelooflijke cynisme bijna van het lot. Mijn oudere broer was van in het begin voorbestemd om de boerderij over te nemen. Zoals dat ging vroeger? Zo ging dat vroeger. Ik heb al vrij vlug een zekere roeping ontdekt als schrijver, gek genoeg. Want in de boerderij stond er geen boek op de plank. Maar toch was ik op mijn 12, 13, 14 jaar al volop verhalen aan het schrijven. Die allemaal draaiden rond dat boerenleven. Dat me enorm fascineerde. Ik ben dan uiteraard uitgezwerfd. En 5 jaar geleden, na de dood van mijn broer, teruggekomen. En om de boel in stand te houden, ben ik zelfs officieel boer in bijberoep moeten worden. Zoals boer dat heet. Bijberoep? Deeltijdsboer, om alle officiële vergunningen en erkenningen te krijgen. En dus die laatste jaren probeer ik het bijeen te houden. Want wat speelt hier precies in deze streek? Ja, deze streek, vooral bekend in Nederland voor de Hedwigepolder, op 7, 8 kilometer van hier, zit natuurlijk onder de rook van Antwerpen en meer bepaald de Antwerpse haven, die al enkele decennia lang uitbreidt en meer van die polder inneemt. Maar dat is een geschiedenis waar we al lang mee leven. Maar de laatste 10 jaar is daar iets nieuws gekomen, totaal onverwachts. Een tweede aanvalsgolf op die polderstreek. En dat zijn de natuurcompensaties. En sindsdien zijn er enkele tientallen natuurgebieden aangelegd, duizenden hectares samen, honderden mensen onteigend. En nu worden zelfs complete buurtschappen opgeruimd voor die nieuwe natuur. En dat is vrij uniek in Europa. Je ziet overal nieuwe natuur oprukken, maar dan in onbewoonde streken of in schrale gebieden. Maar niet in de vetste polders van Europa die dicht bevolkt zijn. En nieuwe natuur wil zeggen afgraven en onder water zetten, dijken doorsteken. Ja, dat is wat de boeren zo immoreel vinden. Het is inderdaad de vruchtbaarste streek van Europa. Met 2 meter klei of meer. En die wordt afgeschraapt. Want het moet schrale natuur worden. Het moet een moerassen worden. Het moet overstromen enzovoort.
En dat is een onomkeerbare situatie. En dat vinden boeren ethisch heel zwaar. Onomkeerbaar als je kunt die klei nooit meer niet terugbrengen. Ja. Nee, als het volgend jaar oorlog wordt, God bewaar ons, maar je hebt je polder weer nodig om voedsel te kweken. Dat lukt niet in die schrale moerassen. Dat heeft weer 100 jaar nodig om terug vette klei te worden. En jij zegt, je ziet die nieuwe natuur overal in Europa aangelegd worden. Dit is de enige plek in Europa waar het in een dichtbevolkt gebied gebeurt. Waarom worden die keuzes gemaakt? Ja, dat is de schande dat die tientallen natuurgebieden net in dezelfde streek komen, waar al duizenden mensen waren verdreven voor de havenuitbreiding. Dus die oude, traditionele boerenbevolking, die betaalt nu 3 maal... voor de haven, voor de natuurcompensaties voor de havenuitbreiding en nu ook voor de natuurcompensaties voor de verdieping van de Westerschelde om al die schepen naar hier te brengen. Want even nog misschien uitleggen, hè? De grootste containerschepen moeten vanaf de Noordzee vrije doorvaart naar Antwerpen hebben. Daarom moet die Westerschelde op diepte gehouden worden en dat gaat weer ten koste van de gebieden voor het fourageren, voor de dieren. En dat betekent dat er elders nieuwe natuur moet worden gemaakt in de hoop dat die mensen daar gaan fourageren. Vat ik dat goed samen? Dat is zo, maar in de ogen van de mensen hier klinkt dat vrij absurd. We zitten op meer dan 50 kilometer van de zee. Waarom moeten in godsnaam de grootste containerschepen ter wereld 50 kilometer de rivier op om in Antwerpen 1000 containers te lossen? Daarvoor moet je permanent baggeren, de Schelde verdiepen tot nu al 13 meter, terwijl de natuurlijke diepte 6 meter is. En dat moet dan weer gecompenseerd worden door heel veel landbouwgrond tot natuur te maken. Om nog te zwijgen natuurlijk over het slopen van de boerderijen en het verdrijven van mensen die daar generaties woonden, werkten en tegen het water vochten. Maar even nog om het goed te snappen, hè. Waarom moet het hier? Ja. Want laten we zeggen, als je hier door de streken rijdt en je rijdt door Zeeuws-Vlaanderen, daar is zo ongelooflijk veel ruimte waarvan je denkt, ja, dan misschien daar nieuwe natuur? Of ik vraag, andere, als we toch bij Europa horen, in andere delen van Europa? Ik stel die vraag voortdurend aan de mensen die verantwoordelijk zijn en dan verwijzen ze altijd naar Europa. Het moet gecompenseerd worden in dezelfde regio. Nu kan je mij niet wijsmaken dat je er in Europa geen oor voor had kunnen vinden, dat het vreselijk is om in een streek waar al duizenden mensen onteigend zijn, nu nog eens bijna evenveel grond in te nemen voor de compensaties. Dat vind ik een schande. En ten tweede is het een schande dat dat zonder enig maatschappelijk debat is gebeurd. Dus die eerste natuurcompensaties zijn er per nooddecreet doorgeramd. Die zijn opgelegd, letterlijk en figuurlijk. Een nooddecreet dat geen enkele juridische inspraak meer mogelijk maakte. En bovendien, god, nou ben ik het kwijt, dat laatste. Ja, ik was aan het vragen waarom het hier moet. Het is, jij zegt dat de grote schande is. Ja. En bovendien denk ik dat het past in die geheime agenda van de haven, die al decennia ernaar streeft om het hele poldergebied tot op de grens in te nemen. Dat is door die lastige boeren en dorpelingen en polderbewoners jarenlang tegengehouden, die altijd naar de Raad van State en naar Europa stapten enzovoort. Maar nu, dankzij die natuurcompensaties, hebben ze in de feite de hand kunnen leggen op het hele gebied. En bovendien, door die compensaties vooraf, kunnen ze in de toekomst nieuwe projecten opstarten, zoals een nieuw dok of een nieuw bedrijventerrein. Dat is allemaal al vooraf gecompenseerd nu. Omdat het wellicht een spelletje domino is. Je hebt nieuwe natuur en als je die gaat gebruiken voor havenactiviteiten, dan heb je geen protest van mensen die daar wonen. Nee. En dan maak je weer elders nieuwe natuur waar je mensen laat vertrekken. Is dat jouw redenatie? Je terrein is vrij van dwarsliggers. Niemand zal nog klacht indienen, naar de Raad van State stappen. En die nieuwe natuur, als het moet, zal wel opschuiven.
Bijvoorbeeld naar onze Zaligenpolder. Dat is ongeveer het laatste gebied waar ze nog nieuwe natuur kunnen inrichten. En dat is de typische manier waarop de haven met heel veel geduld al jaren denkt in deze streek. Jij doet een paar dingen in dat boek. Hè? Je betoogt dat het een schande is, de manier waarop het gegaan is, ja. Waarop het is opgelegd. Ja. Maar je betoogt bijvoorbeeld ook, het gaat niet alleen maar over het verdwijnen van vruchtbare grond. Nee. Hè? Wat je eigenlijk ook betoogt is dat het immoreel is om mensen de tekenen van de geschiedenis in hun eigen landschap te ontnemen, als ik je goed begrijp. Dat is absoluut mijn betoog, als je het zo mag noemen. Dit is een streek met een enorme geschiedenis. En een geschiedenis die je gemakkelijk kunt documenteren. Dus bijna 1000 jaar geleden ingepolderd. Al die polderboeken en die pachtboeken en zo, die kan je allemaal in de archieven terugvinden. Alle grote oorlogen uit de Europese geschiedenis zijn hier uitgevochten, ja, toch? Ja, absoluut. Dat is een frontgebied de Oostenrijkers, waar de honderden jaren de oorlog is gevoerd. En zowel die geschiedenis van inpolderen en herinpolderen enzovoort, als de geschiedenis van de oorlogen heeft het landschap gevormd. Heel veel sporen achtergelaten. En dat wordt allemaal weggeveegd. Tabula rasa. Er mag geen spoor overblijven van die eeuwenlange geschiedenis. En dat is iets wat de mensen hier, die zich enorm historisch bewust zijn, ongelooflijk stoort. Terwijl ze tegelijkertijd niet begrijpen, als ik het goed aanvoel, dat wat zij eeuwenlang voor natuurbeheer hielden, nu geen natuurbeheer meer mag zijn of kan zijn. Ik vraag het altijd aan de boeren. Waarom vind je het erger om te wijken voor nieuwe natuur dan voor dokken? En dan geven ze altijd dezelfde twee antwoorden. Ten eerste, psychologisch is het bijna niet te verteren dat je moet wijken voor natuur, terwijl je heel je leven en al generaties lang dacht dat je met natuur bezig was. Dat is juist de reden waarom je die landbouw zo graag doet. Maar nu komt er iemand zeggen, oprotten, we gaan hier echte natuur aanleggen. En de tweede reden is uiteraard dat ze van die dokken, waar ze ook geen voorstander van zijn, maar dat ze misschien nog een baan kunnen vinden voor hun zonen en dochters, dat ze daar nog een economische meerwaarde zien. En dat zien ze niet in die nieuwe natuur, waarvan je nog moet afwachten wat er binnen 10 of 20 jaar van gaat overblijven. Heb je bijvoorbeeld ook gekeken naar het economisch belang van die haven? Want die kinderen gaan misschien wel straks in die haven werken. Ja, maar er zijn grenzen aan de groei en die zijn hier al heel duidelijk overschreden. De groei in de containerhandel legt momenteel de hele regio plat, zorgt dus voor een ongelooflijke verkeersoverlast en een milieubelasting enzovoort, heeft heel weinig toegevoegde waarde, heel weinig containers, heel weinig banen. Dat is niet te vergelijken met een haven met een grote tewerkstelling zoals vroeger. Dus het is een fundamenteel verkeerde keuze om van deze dichtbevolkte en geïndustrialiseerde regio de logistieke draaischijf van Europa te willen maken. En dat wil de haven en dat wil de overheid. En tegelijkertijd beschrijf je in jouw boek ook dat boeren, dat heel ingewikkeld geworden is. Er zijn ontzettend veel regels. Jij verkoopt je hooi met verlies. Je muis heeft geloof ik nog wat opgebracht. Een kleinigheid. Ja, ja, ja. Maar laten we zeggen, lucratief als bedrijf is het ook niet meer natuurlijk. Dus het is iets anders. Ja, ik zie het verhaal van de polderboeren toch als exemplarisch voor wat eigenlijk in heel Europa bezig is. Namelijk het verdwijnen van de traditionele landbouw. En hoe pijnlijk dat proces is, zonder dat de samenleving dat als een sociaal drama ziet. In mijn straat waren er 12 boeren actief en een schaapherder. In jouw jeugd?
In mijn jonge jaren, nu ik teruggekeerd ben, blijft er één boer over, maar ook al 50 jaar oud en zonder opvolger. Het is een aflopend verhaal. En dat is vooral in deze streek zo schrijnend, omdat het met hevige schokken gebeurt. Met onteigeningen, met de sloop van boerderijen. Maar het is eigenlijk in heel Europa aan de hand. Het model van landbouw stort in onder onze ogen. En hoe heeft het zo kunnen gaan dat die boeren die vroeger traditioneel het landschap onderhielden, die taak hebben moeten overlaten aan de, ja wat is het, de groenen, de milieumensen? Ja, in het begin was er een mooie samenwerking. Ik was in mijn jeugd ook lid van de natuurbeweging. Ik ging mee op excursie naar het verdronken land van Saaftingen en andere prachtige natuurgebieden. Maar dat is in de jaren 90 uit elkaar gespat. Enerzijds omdat de milieuproblemen van de landbouw evident werden. Die veroorzaakten milieuproblemen, bedoel je? Absoluut, absoluut. De overbemesting. De uitstoot van pesticiden en andere chemische troep in het grondwater en in de lucht en zo. En aan de andere kant had je een natuurbeweging die de wind mee had en die zich expliciet begon af te zetten die de politiek tegen niet mee de boeren. Had. Ja, op de kabinetten waar vroeger vertegenwoordigers van de boerenstand zaten, zaten nu groene jongens, afgestudeerd in Wageningen of in Leuven. En zij bepaalden min of meer het beleid. En het kwam hen beter uit om zich tegen die boeren te keren. In welk opzicht komt het zo beter uit? Daar was meer mee te winnen. Dus de boeren hadden een heel slecht imago als milieuvervuilers, als dierenbeulen. Dingen die in mijn ogen overroepen waren voor die traditionele landbouw. Want in deze streek heb je bijna geen gigantische kippenstallen zoals fabrieken of enorme varkenstallen. Geen bio-industrie. Nee, dit bedrijf was een traditioneel gemengd familiaal boerenbedrijf. Maar die breuk met de groene beweging zorgde ervoor dat er een polarisatie groeide op het platteland. En die spanning is altijd maar toegenomen en heeft de laatste jaren dus geculmineerd in een slag om het platteland. Men wil zoveel mogelijk grond innemen. Ook de groene beweging wil groeien, groeien, groeien. Begint akkers op te kopen, eist de aanleg van nieuwe natuur. En dat zet ongelooflijk veel druk op die landbouwers die er nog overblijven. En er zijn banden met de haven ook. Ja, dus in de eerste jaren gingen natuurbeweging, landbouwers, polderbewoners samen naar de Raad van State tegen de havenuitbreiding. Maar een goede 10 jaar geleden sloot de natuurbeweging ineens een akkoord met de haven, totaal onverwacht. En kregen zij het recht om 5% van het havengebied als ecologische infrastructuur in te richten. Zouden ze samen naar die grote compensatiegebieden buiten de haven zoeken. En sindsdien worden 3 medewerkers van de natuurbeweging door de haven betaald. En bovendien kwam er iemand in de raad van bestuur te zitten. Dus die natuurbeweging werd in plaats van tegenstrever ineens medebestuurder van de haven. Dat was een ongelooflijke schok voor de lokale bevolking. Die natuurlijk maakte dat de polarisatie ongelooflijk scherp werd daarna. Ja. En de politiek is machteloos, dus kennelijk, als ik je goed begrijp. Of liggen de belangen ook daar anders? Het beleid voert dezelfde koers. Een koers die gedicteerd wordt door de haven. De haven is een van de sterkste lobby's in het land, vertegenwoordigd op alle niveaus. Met zijn sluipende besluitvorming, met zijn geheime agenda, met zijn grootheidswaan tot op de dag van vandaag. En wat de haven wil,
zal de politiek uiteindelijk invullen. Zo is het tot nu toe altijd gegaan. En zo zal het blijven gaan? Dat denk ik wel. Het is een spel van grote graaiers. De havenlobby, de grote baggeraars, big business, openbare werken waar miljarden in geïnvesteerd worden. En daar maak ik me geen illusies over. Ook ik zal die met mijn boek niet tegenhouden. Maar het zou nog erger zijn als zelfs niemand het zou opschrijven. Dus die taak neem ik toch op mij. En als jij een prognose zou moeten doen, hè, wat is dan de toekomst van dit gebied? Is het straks één groot industriepark hier? Met Vlaarden Nieuwe Natuur? Ja, ik heb 15 jaar geleden een eerste polderboek geschreven, De Bres. Dat ging toen vooral over het opruimen van een compleet polderdorp Doel met 1000 mensen, waar ik een jaar gewoond heb. Nu schrijf ik over hoe dat platteland omgaat met die spanning tussen oud boerenland en nieuwe natuur. En ik begin morgen materiaal te verzamelen voor het derde boek in mijn poldertrilogie. En de vraag is, wordt dat een requiem voor een streek die helemaal weggeveegd zal zijn? Voor een beroepsklasse waar bijna niets meer van zal overblijven? Ik ben geneigd om dat te denken. Maar in dat geval ga ik de diaspora bezoeken. Alle uitgeweken boeren die tot in Canada, in Frankrijk, in Wallonië, overal zitten. En dan schrijf ik een boek over hoe het met hen gegaan is. En hoe ze hunkeren? Hunkeren, ongelooflijk. Dus al die uitgeweken boeren komen elk jaar terug naar de polder, waar ze soms bijna geen enkel referentiepunt meer in terugvinden. Om te zeggen van, kijk, daar ongeveer stond onze hoeve. En dat doet vreselijk veel pijn, want dat is in zo'n streek, met zo'n geschiedenis, een familieverhaal van generaties lang. En dat er geen spoor van overblijft, dat is heel vervreemdend, bevreemdend, heel moeilijk om aan je kleinkinderen uit te leggen, laat staan te tonen. Jouw boek zegt, je broer stierf, hè, die het bedrijf runde, je vader was al dood, je moeder zat in een zorgcentrum en kon het ook niet meer. Jij bent teruggekomen vanuit een succesvol schrijverschap en een journalistieke loopbaan in een interessante omgeving terug naar hier. Wat was je motief om terug te gaan? De pure liefde voor de boerderij en voor de landbouwwereld algemeen. Want die boerderij mocht niet verkommeren in jouw beleving? Ja, dat zou ik vreselijk gevonden hebben en dat zal ik in de toekomst ook vreselijk vinden wanneer de familie misschien ooit na de dood van mijn moeder beslist om het stop te zetten. Dat ik de laatste boer, tussen aanhalingstekens, ik ben natuurlijk geen echte boer, maar dat ik hier dan toch als laatste boer het licht moet uitdoen. Je knipt de ketting door, zeg je dat ja, in jouw boek. Dat doet mij ongelooflijk pijn. Ik heb dat zo geschreven. Ik ben niet eens de laatste schakel in die eeuwenoude ketting, want ik kom uit echt twee oude boerenfamilies. Maar ik ben de schaar die de ketting doorknipt. Dat is voor mij pijnlijk, maar dat is ook het pijnlijke proces dat miljoenen boeren in Europa de laatste decennia hebben meegemaakt. En nog eens, ik herhaal het, want dat stoort mij het meest, zonder dat de maatschappij dat als een sociaal drama ervaart. Als er ergens een fabriek sluit en er komen 500 mensen op straat te staan, dan wordt er uiteraard terecht weken of maanden over geschreven. Maar die miljoenen boeren zijn in stilte uitgeroeid, om het zo te zeggen. En dat doet meer pijn. Dat is niet alleen een baan die ze verliezen. Dat is een manier van leven. En dat is een erfgoed dat ze van hun voorouders hebben meegekregen. De sociale en psychologische problematiek op het platteland is onbeschrijfelijk.
Ja, en het merkwaardige beeld is dus, wat je ook voortdurend beschrijft in jouw boek, dat het primaat bij de dieren en de natuur ligt en niet meer bij de mens. Op dit moment, met de nieuwe bestemming van de polder, is het inderdaad zo. Ik heb hier een boek liggen van de man, het brein in feite, achter de hele herinrichting van onze polder. Wie is dat? Patrick Meijre, dus professor in Antwerpen, maar heeft ook in Zeeuws-Vlaanderen in alle commissies over de Hetwege polder of over de Westerschelde en zo het hoge woord gevoerd. En hij zegt op het einde van zijn boek expliciet, wij ecocentristen, de ware natuurliefhebbers, moeten ons keren tegen de antropocentristen, de niet-natuurliefhebbers, die de mens vooraan stellen. Nu, dan vraag ik hem, ik als antropocentrist, maar die toch geboren is met een ongelooflijke liefde in mij voor natuur, waar sta ik dan? Dat is alsof je voortdurend moet zeggen, ik ben geen racist. Zo moet ik voortdurend zeggen, ik ben geen natuurhater. Integendeel, ik denk dat ik een grotere natuurliefhebber ben dan Patrick Meijre. Als boerenzoon heb je het tijd tegen.